Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit De Waag in Amsterdam praten we met wat wij altijd noemen de voorhoede van Digitaal Nederland. Twan Verheul, je bent van Cousteau. We waren met een beetje aan het voorpraten. Heel veel van de geschiedenis daarvoor van jou kende ik nog niet. Ilse, dus we mogen jou sowieso wat mij betreft onder die categorie scharen. Maar we gaan het in eerste instantie eventjes hebben over wat je nu aan het doen bent. Cousteau, Stekel, wij hadden het er samen over. Ik ben al een paar jaar aan het kijken naar wat jullie doen. Jullie monitoren, zeg maar, social media. Ja. En dat doe je eigenlijk als een soort van stille kracht die langzaam steeds meer aan het uitbreiden is. Ja. Vertel jij even zelf in het kort die geschiedenis die jullie doorgemaakt hebben. Nou, ik ga toch even teruggrijpen over toch, Ilse? Dat jij daarover begon. Oké, leuk. Nou, beter. Het wordt een lange uitzending. Pak me dit boek er zo even bij. Nee, ik kan het in een minuutje doen. Ja. Maar in die tijd zijn we ontstaan. En er werken bij ons mensen die ook in dat team hebben gezeten. Wat ik samen met mijn twee partners heb gedaan, is een zoekdienst opgericht, Track. En daar is het Autotrack en Jobtrack uit ontstaan. Dat hebben we toen verkocht aan Wegener. Ja, dat was echt een hele vervelende deal. Maar het moest toen naar de markt en wij hadden het gemaakt. We zaten veel meer product development vanuit de technische kant. Wat we toen deden en waar we erg goed in zijn, of waar we er volgens mij nog steeds in zijn, is webcrawling, dus die data indexeren. Na die periode hebben we een bedrijfje opgezet op de TU voor webmining. En wat we toen deden was webfilteren, gegevens daaruit leveren. En op een gegeven moment dachten we van, is het niet handig om eens te gaan kijken naar gewoon een monitoring systeem. Maar het begint allemaal bij die webdata, die moet je goed kunnen crawlen en indexeren. Want anders valt er gewoon weinig te monitoren. Dus het is helemaal ontstaan vanuit een technisch perspectief en dat is nog steeds zo. Dus je zijn net stille kracht. Maar het is ook echt zoekmachine technologie. Noodzakelijke voorwaarden om het web te kunnen doorzoeken en te kunnen filteren. Ja. Ja. Zodra het PageRank algoritme beschikbaar kwam, dus daar werd informatie over gedeeld, over hoe je dat moest doen. Toen hebben we die basis ook weer gebruikt bij ons om de zoekmachine architectuur relevanter te krijgen. Ja. En, maar goed, dan begint op een gegeven moment de social media en dan zegt een van jullie, goh, nee, hoezo? Dus, ja. Ik ben met name een ondernemer, maar wel heel erg technisch gefocust. En voor mij voelde de onderneming aan als een baan. En het was wel lekker veilig en leuk. Ik vond het eigenlijk ook niet meer leuk. En ik zat de hele tijd met allerlei grote projectgroepen met system integrators en er werd onze technologie dan bijgeschoven. Dus dan op een gegeven moment toen zei een van mijn partners, die zei, ik heb er geen zin meer in, ik ga een boek schrijven. En die schrijft heel veel. Een andere partner die zei, ik wil eigenlijk wel meer van hetzelfde. En dit ontstond natuurlijk ook weer in de kroeg. En toen zei ik, ik zou wel een bedrijf op willen bouwen om de nummer 1 van de wereld te worden. En gewoon omdat ik heb het nog nooit gedaan. En kan dat überhaupt? Ja. Dus, dat was 10 bier later, was natuurlijk een fantastisch idee. Maar er was geen idee, het was alleen de reis. Alleen het doel was er, zeg maar. Ja. Maakte niet uit nog waarin. Dat had je helemaal niet op je focus. Nou, jawel. Mijn partner Frank, die zei van, laten we trendanalyse doen op het web. Zonder queries. Je kan het doen bij Google, kijken van waar wordt het op gequeried. Maar laten we vanuit content dus kijken, wat posten mensen nou? Wat wordt er gepubliceerd? En dat gaat met zo'n enorme snelheid, want wij crawlen vandaag de dag rond de 60, 70 miljoen documenten per dag. Dus daar zou je trends uit moeten kunnen halen, maar heel veel van die data is statisch. Dus die beweegt niet. Want de website van, een groot consultancybedrijf, die website verandert niet. Dus dan kom je al snel bij nieuws, fora en blogs. Bijna kreeg je Twitter. Twitter indexeerden we gewoon. Toen hadden ze nog alles openstaan. Inmiddels zijn we een hele grote klant bij Twitter, dus betalen voor die data. Idem Facebook. Maar wat wel aardig is, jullie zijn net van social media kwam op. En als wij nu ons alleen zouden focussen op de sociale netwerken, dan zouden wij een groot stuk van onze business kwijtraken. Want die nieuwsblogs voorgaan. En of die blogs nou Tumblr heten, of Blogger of WordPress, of het is een eigen systeem, doesn't matter. En met de komst van reageren op een blogartikel, dan heb je daar weer meer data. Dus dat je doorzoekt ook nog eens alle reacties. En, En hoe ver
gaat dat? In de zin van, vertel even dan wat je dan nu doet. Want jullie hebben je bedrijf heet Cousteau. Je biedt een platform voor iedereen die zich daarop wil abonneren. Waar je op trefwoorden al die verschillende bronnen kunt filteren. Ja, het voelt aan als een soort Google, alleen dan voor dialoog. Als ik dit vertel tegen een klant, dan kopen ze niks. Dus dan zeg ik voor social media. En dan is, oh ja, dan moeten we natuurlijk social media, Facebook. Ja. En, maar goed, gaat veel verder, heb je net verteld. Ja, dus wat wij doen is dat indexeren we. Je krijgt toegang tot het systeem en dan kan je daar doorheen zoeken. Maar je kan er ook, je kreeg net een alert van NOS. Nou, we hebben ook alerts. Ja, want Blatter is net afgetreden. Ja. En dan kan je bijvoorbeeld een alert zetten op een website of op honderdduizenden websites. Als je dat zou willen. En als je dan een trigger zet op het sentiment. Dus het volume blijft hetzelfde, maar het sentiment dropt. Dat je dan meteen een alert krijgt. Ja, dus als het slecht over ons gesproken wordt, stuur een notificatie. Daar zou ik het over hebben, want dat is natuurlijk een heel interessant punt. Want dat gaat niet meer over de kwantitatieve het crawlen, maar over het interpreteren van wat er staat. Misschien moeten we eerst even kijken hoe dat er een beetje globaal uitziet. Visueel krijgen wat jullie doen. Jullie hebben een open site, daar kan iedereen die dat leuk vindt zonder te betalen ook zoeken op keywords. Dat is open.cousteau.com. Hij opent nu standaard op FIFA. Is dat nu omdat jij nu weet dat Blatter, het systeem weet dat Blatter is afgetreden en er zit een spike en blijkbaar wordt er heel veel gezocht op FIFA? Nee, dit is een mens. Dat is een mens, oké. Okay. Is toch steeds onnodig? Ik kan het even laten zien. Dus ik tik nu in Blatter en ik kan een zoekperiode instellen. Dat doe ik dan bijvoorbeeld vandaag. Zoeken. Nou, dan... dan zie je in één keer een spike en je ziet ook... Zie je een spike, dat er enorm vanmiddag, vanavond opeens een enorme spike is in de traffic over Blatter. Vrij logisch. Wat ik dan wel interessant vind, want daar hadden we het net over... is dat uit jullie analyse blijkt dat eigenlijk 6% negatief is en 9% positief. Is dat dan over het nieuws of over Blatter? Over het nieuws dat die weg is of over Blatter als fenomeen? Ja, het is wel... Kan je zo ook niet zeggen. Jawel, kan ik wel vertellen. Ja. Maar ik vind het wel grappig dat je daarover begint, want iedereen begint over sentimentsanalyse. Want dat is eigenlijk je vraag volgens mij, van hoe meet je dat sentiment nou? Ja. En waarom is dat dan positief of negatief? Want wij hebben daar een ander beeld bij. Nou, daar zit een heel model achter. Het is misschien ook wel goed om te zeggen, uit die wereld komen we. Ik vraag het omdat ik het interessant... Ik heb ooit in een grijs verleden communicatiewetenschap en informatiekunde gestudeerd hier aan de universiteit. En al in 1988, 89 waren we op de universiteit bezig met het soort van modellen waarbij je aan woorden... waardes toekende in sentimenten. Ja. Komt het daar vandaan? Dus dat je... daar komt het vandaan. Maar wat wij bijvoorbeeld besloten hebben is dat nieuws is per definitie neutraal. Nou, daar kan je van mening over verschillen. Zeg, dat is niet waar. Ja, dat kan dan ook weer niet, vind ik. Dus wij zeggen nieuws is... Ja, behalve als de nieuwslezer zegt... Blatter is afgetreden en daar ben ik blij mee. Dan is dat stuk, dus die menselijke interpretatie... die vinden wij belangrijk. Wij vinden het belangrijk om te weten van... wat vindt die burger... Nou zie je bijvoorbeeld dat heel veel nieuws wordt geretweet. Ja, dan kunnen wij wel van zeggen, ja, dat is negatief. Maar dat doen we niet. En daarnaast is het ook nog eens een keer zo dat we hebben verdomde veel last en moeite ook met sarcasme. Hoewel dat wel steeds beter en beter wordt. Maar als je dan een voetbaltoernooi hebt en het voetbal, de dialoog rondom voetbal... Daar is gewoon heel veel sarcasme van. Het ging weer lekker bij Ajax en terwijl ze verloren hebben. Terwijl je normaal gesproken zou zeggen, het ging goed. Ja. Maar hoe doen jullie dat? Dat is nou razend ingewikkeld. Hoe doen jullie dat? Nou, waar we naar kijken is uiteraard naar de woorden. Zijn die negatief of positief? Maar ook naar de zinsopbouw. Naar tegengesteld sentiment. Dus je hebt één berichtje en heb je zonder met een woord te zoeken... kijk je alleen naar het ene berichtje. Heb je positief of negatief sentiment in dat ene berichtje? Nou, positief en negatief, dat heft elkaar op. Dan is het neutraal. Maar toch, als mens kijken we daar naar en zeggen we, ja, er zit een negatieve emotie en een positieve emotie. Dus als je zoekt en dat woord matcht net met die string waar positieve sentimenten zitten, dan is dat bericht op dat moment positief. Zoek je met een ander woord, is datzelfde bericht negatief. Zoek je met weer een ander woord, datzelfde bericht neutraal. Nou, dat is zoals we dat doen. Dat noem je context-based sentimentsanalyse. Ja, dat is verrekte lastig. En dat is gewoon niet 100% precies. Wat voor mensen heb je daar nu... Als ik je hoor, je komt vandaan van
het tracken, zeg maar, dat klinkt als nog een soort van, het zal ongetwijfeld heel ingewikkeld zijn, hè? Maar dat klinkt, daar zit, zeg maar, het klinkt alsof dat daar de emotie destijds in ieder geval minder in zat. En nu is dit een belangrijk, voor merken is dit een belangrijk ding geworden. Niet alleen worden we veel vernoemd, maar ook, weet je, wat vinden mensen daarvan? Wat betekent dat voor jouw mensen? Welke andere mensen heb jij nu, zeg maar, in dienst dan je misschien in je meer objectieve tracker verleden had? Toen hadden we ook niet de mogelijkheden om zoveel mensen in dienst te nemen. Maar we hebben gewoon echt supergoede mensen in dienst. We hebben echt een briljant team. Het is wel echt hardcore techs. Ja, hoeveel mannen heb je inmiddels? 90. Iedere maand nemen we 5 tot 6 mensen aan. En we willen aan de technische kant willen we binnen nu in 12 maanden nog 50 techs aannemen. Ja. Dan kom ik op het punt, waar gaat het over? Dit zijn data scientists. Een van mijn partners is dat. Dus computerlinguïstiek, taal en informatica. Ja. En dan hoor je opgeleid te worden. Hij kan dat verdomme goed. Hoor je opgeleid te worden om bijvoorbeeld dit soort modellen te maken. Dat betekent nog niet dat je ze moet kunnen implementeren. Hè? Want dan als je zegt, ja, dit is het model, maar dat moet je dan gaan maken. Dan heb je een hele goede systeemprogrammeur nodig. Daar moet je er niet één van hebben, maar een aantal. Want anders schiet het niet op. Dan kan je pas over 10 jaar leveren of zo. Maar het aardige is, het begint weer met, je moet die data goed binnenkrijgen. Want als wij hier een berichtje ophalen, maar we zouden de datum verkeerd eruit halen. Door te denken van, dat programmaatje wat gewoon de datum van het berichtje bekijkt, denkt, dit is over 2 weken. En dan gaat die piek pas over 2 weken. En dan zeggen ze, oud nieuws. Dan krijg je die alert later. Ja, nou, dat is in ieder geval wel fijn. Misschien kun je nog even laten zien dat niemand positief over ons denkt. Want ik heb even fast moving targets. Die staat 28% is positief? Ja, niemand negatief. Oh, dat bedoel je. Maar je zei positief. Oh, zei positief. Ja. Ik begon me in eentje zorgen te maken. Ja, laten we stoppen. deze piek houden we gewoon vast. Niemand is negatief over ons op dit moment. Dus laten we dat zo houden. Ja, laten we dat zo houden. Ja. Hey, maar het is jij ging eerder ging je reageren op mijn verhaal dat ik zei van dat jullie heb ervaren als een soort van stille kracht die steeds, weet je, goed doorwerkt en langzamerhand uitgebreid is en steeds belangrijker ding is geworden. Kennelijk triggerde dat bij jou. Wat triggerde dat bij jou? Nou, onze hele focus, of noem het strategie, zit op product development. Sales, superbelangrijk. Marketing, superbelangrijk. Maar als je kijkt, waar zijn we echt goed in? Is dat toch de technische kant, het maken van het product. Toch betrekkelijk snel nieuwe features op kunnen leveren. En dat over echt belachelijke grote hoeveelheden data. Hè. Dus we beheren nu miljarden, miljarden, miljarden aan berichtjes. En dat moet je allemaal real-time doen. Investeren in technische mensen is niet dat je naar buiten gaat en zegt, we hebben weer 3 nieuwe techs. Ja, dan zegt een partij als, goed uitkijken wat ik nu ga zeggen, maar als Unilever of Heineken, die zou zeggen, nou, dat is hartstikke goed, maar what's in for us? Hè? Wat gaat dat nou doen? Ja. Dus daar lopen we niet mee te koop. Er gaan ook dingen mis. Hè? Dus innoveren we en dat testen we en dan blijkt het gewoon niet toch te werken. Dus het voldoet niet aan de kwaliteitsstandaard of het is niet snel genoeg, dus dan gaat het niet in het product. Ja, in tegenstelling tot wat ze in Amerika doen, Silicon Valley, daar hebben ze een innovatie en dan begint die marketeer daarmee te rennen. En dan weet je nog niet wat je ermee kan. Maar dan krijgt dat daar al een soort waarde. Nou, dus in Nederland is dat niet zo. Ja. En dat bevalt ons eigenlijk best maar, goed. Maar oké, dan. Hè, want je zei net, je bent dit begonnen omdat je het als idee had van, hé, ik wil nou wel eens een keertje de nummer 1 van de wereld worden. Ja. Maar hindert je dit je dan? Dat je niet, zeg maar, dat Silicon Valley-achtige hebt, maar dat je eigenlijk, zeg maar, we gaan gewoon laten zien dat ons product werkt. Weet je? Dat moet, zeg maar, zijn werk doen. Hindert het je? Nee. Nee. Het is, je moet een langere adem hebben, volgens mij. Ik ben geen econoom, maar als ze in deze markt zeggen van, je moet dit in 5 jaar geflikt hebben, want dan is de koek verdeeld. Nou, daar geloof ik niks van. Nee. Dus dan liever sustained groeien. Wel is het ook niet heel Nederlands? Weet je wel, een soort van bescheidenheid. En laten we eerst maar eens zien dat het goed is. En aantonen dat we een goed product hebben. En dan kijken we wel weer verder. Dat wordt wel zo gezegd natuurlijk. Maar bij ons is het een keuze. Dat kan ook een positieve manier zijn. Ja, het is echt vrij simpel. Bij ons is het, maak het beste product wat er is.
en zorg dat je de beste prijs hebt en je hebt markt. Ja, dat klopt niet helemaal. Maar, nee. Maar ze zou het wel moeten werken in ieder geval. Maar goed, dat is wel wat we doen. En daarnaast zijn we wel toch ook wel agressief. En ook weer in de product development of ook in het uitrollen van nieuwe features. Ja. Ja, want heb je veel concurrentie in dit veld? Het barst van de concurrenten. Wat zijn de belangrijkste waar jullie tegenaan lopen? Op dit moment Falcon Social. Je hebt net ook een behoorlijke investering gekregen. Maar daar zit bijvoorbeeld 40 miljoen in gefund. Sysomos, ook zwaar gefund bedrijf. Het is wel mooi, want als we Falcon Social searchen, dan krijgen we Cousteau. Krijg je in ieder geval Cousteau. Als ik naar Google krijg, krijg je eerst Cousteau erboven in ieder geval. Dus dat heb je wel een advertentie, maar dat maakt niet uit. Zo. Ja, staat ja. wij denken dat we een beter product leveren. En een all-in-one product, zoals wij dat noemen. Ja. Onze marketingafdeling, dat moeten we daar ook aanwezig zijn. Hoe werkt de economie bij jullie? Je zei, je hebt een groot team, 90, 100 mensen. Zijn jullie winstgevend? Wat zetten jullie om? Hoe ziet je investering? Hoe ziet dat eruit? Private equity, hoe werkt het? Nou, ik mag niet zeggen wat we omzetten. Het is een besloten vennootschap. Ja, er zit het woord besloten in en er is een afspraak in gemaakt. We zijn winstgevend, maar marginaal. Mm-hmm. Wat we doen is, we investeren gewoon alles terug. Ja. Dus iedere euro die je verdient, gaat in de groei. Gaat gewoon, boom, het bedrijf erin. Maar we zijn wel zeer gezond. Dus we hebben onze liquide positie sterk. Er zit geen venture capital in. Er zit geen, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar geen banklening in of dat soort dingen. Ja, dat is in de handen van jullie zelf. Ja, ja. Dat is gewoon. Als je uitgeeft wat je verdient, ja, dan zou je kunnen zeggen, maar dan is dat ook meteen je groeipotentieel. Hè? Dan kan je niet harder groeien. Ja. Behalve als je omzet steeds harder en harder gaat. Dan, en dat is bij u wel het geval? Ieder jaar groeien we harder. Ja. Ja. Ik denk dat wij dit jaar tegen de 80 of 90% gaan groeien. Maar we begroten volgend jaar op een 150-200% groei. Ja. Ja. En dat is de klassieke curve die je bij jullie ziet? We zijn al een tijdje bezig. Ja. Dus wat bijna niemand weet, is dat voordat wij met Cousteau begonnen, is dat we daar gewoon in de kelder 3 jaar lang aan hebben zitten ontwikkelen. En zitten testen en research zitten doen. En dat was af en toe ook gewoon drama. Want dan denk je van, nou, het doet het nog steeds niet. We dachten, we hebben dit in een jaar geflikt. En dan kom je 3 jaar later uit de kelder. En dan is huis aan het doodgaan. Hè? Terwijl je dat goed kon indexeren en zo. Ja. Waarom? Had je dat net allemaal in de helemaal worden? Ja. Ja, je krijgt een compliment van Rianne Jacobs op Twitter. Die zegt dat jij vanavond bij ons zit. En het verhaal van Cousteau. Elke keer als ik Twan van Veulen hoor praten, vind ik het zo'n cool bedrijf. Ja, dankjewel. Rianne, ja. Dankjewel. Ja. Dus jullie doen blijkbaar iets. Nou ja, Paulus Veldman is blij, die hoort nu dat jullie de open dienst hebben. Roos van Vught? Ja, die heeft een vraag. Als bedrijven op zoek gaan naar leads via jullie platform, zou dat ertoe kunnen leiden dat uiteindelijk niemand meer durft te praten op social? Want ze refereert aan een artikel op e-merse. Ja, ik heb laatst. Maar er staat ook in een blog bij jullie dat er heel veel ongebruikte leads op social door bedrijven worden laten liggen en dat jullie platform ze kan helpen om die te activeren. Ja, ik heb laatst in een korte Twitter dialoog gezeten met Roos van Vught. Maar ik ben het daar niet mee eens. Ik vind het ook een beetje gek om te denken van, dus het moment dat je leads kan filteren, dat je daarmee social media killt of zo. Hè? Als ik kijk naar retention in bannering, dan heb ik het product al aangekocht en kijk nog een maand lang die banner van koop het ding nog een keer. Nou, ik denk, ik heb hem al. Nou, dat vindt iedereen gewoon oké. Ook wel heel irritant, maar goed. Ja, oké. Maar goed, er is niemand die heeft gezegd, nou, nieuwsites gaan nu dood, omdat die banners die zie je gewoon nog een tweede keer. Hè? Dus dat nou kill je de nieuwsites. Maar wat wij doen is, we hebben een classifier gemaakt, hetzelfde als op dezelfde technologie. Framework, of hoe je het zou moeten willen noemen als sentimentsclassificatie, waarin je koopintentie uit een berichtje kan halen. En een koopintentie kan zijn, ik ben op zoek naar een nieuwe telefoon, wie heeft er voor mij een advies? Nou is het natuurlijk niet zo, maar ik ben, dat heb ik toen ook gezegd op Twitter, en daar was het niet mee eens, dan zei ik, ik ben geen marketeer.
volgens mij is het niet zo als je zegt van Vodafone, nou, ik heb een hele goede telefoon voor je, dat die klant meteen, oh, zo werkt dat volgens mij niet. Maar misschien wel, op het moment dat jij het zegt, zegt nou, mijn ervaring hiermee is eigenlijk best aardig, want dat ding doet dit en dat. Hoe je daar dan mee omgaat, wat wij al interessant vinden is, we hebben de 700.000 geteld in een maand. En we hebben, dat hebben we niet naar buiten gebracht, maar we hebben intern hebben we dat zitten waarderen. Dus hoeveel over auto's? Wat kost een gemiddelde auto? Oké, 21.000 euro, nee 17. Oké, hoeveel daarvan? Hoeveel over reis? Wat kost een gemiddelde reis? En vervolgens kwam daar een bedrag uit. Dus daar vanuit te kijken, dit is niet waar. Moet je gaan corrigeren met false positives en zo. Ja. Maar voor een bedrijf zou het al aardig kunnen zijn van, oké, dus de vraag is dit en het aanbod is dat. En dat, die cijfers, daar zou je op kunnen sturen. Als je dat zou willen, moet je genoeg volume hebben. Nou, is 700.000 genoeg? Wij denken van wel, daar kijken we nu over naar de wereld. En dan praat je over 150 verschillende talen. Hoeveel leads zitten er daarin? Ja. Dat is wat anders dan die persoon gaan benaderen. Het zijn meer van, gebruik die macrocijfers bijvoorbeeld om je product te launchen. Of om te kijken van waar hebben ze het binnen mijn segment nou echt over? En wat is de trend daarin of zo? Jij zei eerder, zei jij van, als ik naar een... Als een partij gaat en weet je, wat werkt zeg maar voor hun om ze over de streep te trekken, om duidelijk te maken wat onze waarde is, hè, waarom het goed voor hun is om met ons een afspraak te maken. Wat is voor jou op dit moment zeg maar het belangrijkste argument wat je gebruikt, waarom jullie waardevol zijn voor een bedrijf? Er zitten drie toepassingen. In feite praten we nooit over wat ik nu allemaal vertel, maar dan praten we veel meer over. Maar op het moment dat je gaat monitoren, hoef je niet steeds Cousteau in. Dat systeem doet het voor jou. Stuurt jouw alerts, automatische rapporten. Die je kan gebruiken om je management te informeren of je board. En aan de bijvoorbeeld webcare kant, klachten oppakken, opmerkingen, daarop kunnen reageren. Goede statistiek waar die teams op gestuurd kunnen worden. Return on investment erover berekenen. Nou, dan zit je op een heel ander niveau. Hier heb je die corporate communicatie manager en die PR manager. Aan de andere kant heb je gewoon de customer support manager. Die doet webcare erbij. En, of doen dat misschien helemaal als helemaal bovenaan. Dus telefoon en mail support doen we erbij. En dan heb je een derde, dat is online marketing. Die drie zie je alle drie terug in onze tool. Dus als wij aan tafel zitten, dan kijken van met wie zitten we nou aan tafel. Daarop praten we over de toepassing. En het moment dat we zeggen, we indexeren 400.000 sites. Ja, dat is zo'n absurd getal. Dan zitten mensen te kijken, ja, het zal wel. Ja, het zal wel. Hey, nou, je zei net over die verschillende talen en internationaal. Dit is ook het laatste bericht wat jullie zelf gepost hebben, dat je nu in 200 landen en talen beschikbaar bent. Terwijl op je eigen site... zie ik dat de succesverhalen toch nog vooral Nederland zijn. Ja, dat is correct. Weet je, Dela, Eindhoven, FNV, Bondgenoten, Social Embassy, Consumentenbond, you name it. Een waslijst aan succesverhalen. Hoe zit het met de internationale ambities? Waar staan jullie en waar willen jullie heen? Nou, dit was wat we wilden vanaf dag 1. Maar allereerst, we konden het gewoon niet betalen, want het is vreselijk kostbaar. En omdat je alles zelf financiert, moet je daar dan in faseren? Nou, we hebben inmiddels honderden servers draaien in eigen beheer. Nou, ik zeg altijd, onze hardware leverancier begint in de zomer al kerstpakketten te sturen. Dus dan weet je wel hoe laat het is. Dat kunnen we nu. Maar dat is wel, voor een aantal van onze klanten draaien we dat al een half jaar. Maar nu is het in die open, 2 weken. En ja, ik ben eigenlijk best wel verrast door het succes. Dus door grote bedrijven die op ons afkomen en die zeggen, we zien dit, zouden jullie het ook willen doen? Maar vergis je niet, dat betekent ook dat je een multilanguage support moet hebben erachter. Ja. En dat je naar 24x7 gaat. Ja, tijdzones. In Eindhoven. Ja, ja, nou ja, sentiment per taal. Sentiment, ook nog zoiets. Ja. Dan dat werkt per taal anders en dan heb je ook nog ander soort schriften, en Russisch en Chinees. Cyrillisch en je hebt van alles. Maar, maar goed, dus je redt het niet met alleen die technologie op zijn plek hebben. Je moet weer zorgen dat die data goed is, maar dan is er gewoon een Spaanse klant die belt. Ja. Of en toch zijn er een aantal dingen, of is een aantal dingen moet ik zeggen, die ik dan niet begrijp. Want eigenlijk zeg je vanaf dag 1 was dit de ambitie. Maar blijkbaar hebben jullie ergens in je kop dat je het allemaal zelf moet financieren. En dat op het moment dat je dus een heel goed product hebt, er niet voor kiest om te versnellen en
investeringsgeld naar binnen te halen. Waarom is dat? Ik snap dat niet helemaal. Nee, dat heb ik niet gezegd volgens mij. Nou, dat is misschien mijn interpretatie van je verhaal. Dus dat jullie autonoom willen groeien en rustig aan. Het is wel degelijk zo dat we met venture capital partijen praten. Dat doen we al een tijdje. Maar het is best een bizarre positie waarin we zitten. Want wat ik net al zei is onze financiële positie is sterk. We kunnen dit nog jaren uithouden. Op deze manier groeien. Ja. Nou, dan worden we misschien weggeconcurreerd of zo. Hè? Dus dat is de angst. Of Google gaat het doen voor niks. Hè? Dat is ook een angst. Ja. Maar het is niet zo dat we dit niet zouden willen. Maar het is wel zo dat we, doordat we die stap nu op eigen kracht hebben gemaakt en dat we een gezond bedrijf hebben, zijn die gesprekken met private equity, die zijn wel anders. Noem het gelijkwaardiger, terwijl dat is ook een vak. Ja. Daar hebben wij niet, geen kaas van gegeten. Maar ik zeg wel eens daarin, met allerlei partijen gesproken, zeggen dan, reken door hoeveel je nodig hebt. Je moet sowieso 300% groeien, want doe je dat niet, dan is de waardering van je bedrijf een stuk lager. Dus 300%, het liefst 400 of 500%. Nou ja, we zitten in een licensing business, dus hoe zit het dan met retention, dus verlenging van de contracten? En dan denk ik van, samen met een aantal collega's en vrienden, jaren bestudeerden we dit al. We gaan iedere keer weer opnieuw kijken. Dit bedrijf krijgt nu 15 miljoen. Hoe snel kunnen ze dit kwalitatief uitgeven? Want zeg, je moet binnen een jaar moet je verdubbelen. Ja. Dus dat geld ga je aanwenden om te verdubbelen. Dus je gaat mensen aannemen. Ja. Volume, groei, mensen. En... Ja, wat wij nu aan het doen zijn, is investeren in onze HR-afdeling. Want dat hing er altijd maar zo'n beetje bij. Ja. En nou wordt het tijd om die HR-afdeling daar te gaan verdubbelen met mensen. Gewoon haal de beste mensen die er zijn en zet ze daar neer. En dan gaan we op die manier, want als we dan... Dat heeft iets met doorpakken te maken, weet je wel. Waar is dan dat momentum? Want het viel me ook op toen jij begon over de kerstpakketten van je serverprovider. Moderne bedrijven, ik weet het klinkt een beetje lullig als ik het zo zeg, die doen dit soort dingen gewoon bij Amazon. Ja. Die hebben schaalbare omgeving, die krijgen helemaal geen kerstpakketten van Nederlandse databoeren. Die krijgen ze van Amazon dan in de zomer. Ja. Waarom doen jullie dat niet? Inmiddels zijn we dermate groot dat je kan spreken over dat we onze eigen cloud hebben. Maar we spreken uiteraard wel met dit soort partijen, sterker nog. We zijn op dit moment bezig om ons hele datacentrum te verhuizen naar twee gescheiden datacenters. En, volledig redundant, gespiegeld. Ja, waar we naar kijken. Geef eens een indruk van wat je dan beheert op dit moment aan data. Weet je dat, volume? Nee, ik zou dat niet eens weten. Het is zo'n absurd getal. Maar het gaat over misschien wel 100 miljard documentversies of zo. Ik zou het niet weten. Nee, maar, oneindig. Maar waar we bijvoorbeeld naar kijken is, die data, dat is voor ons core. Maar je webservice, gewoon de ingang, de voordeur beheren. Ja. Moeten wij dat nog doen? Nou, nee. Hoezo? Ja, je hebt dan pakketten, die doen dat 10 keer beter. Maar je hebt dus gewoon private cloud oplossingen op Nederlandse aardbodem. Want zet het bij Amazon neer, er staat die data Patriot Act in de States. En god mag weten wat je dan over je heen krijgt. Ja, ik hoor dat steeds vaker. Thuis. Ja, ik ook. Ja. Ja. Hier ook steeds vaker aan tafel. Ja, ja, dat is een risico. Jullie klanten vragen dat ook? Nou, we hebben bijvoorbeeld een aansprakelijkheidsverzekering voor miljoenen. Nou, die vragen wel even, waar staat je data? Ja, dat is ook een verzekeringskwestie. Ja. Dat is gewoon een juridische lus. Dat is volgens mij een loop. Ja. En of we nou elkaar nou aan bang maken zijn, ja of nee, het is een werkelijkheid waar wij gewoon iedere week, dag mee te maken hebben. Dus het gaat niet uit Nederland. Nederlandse wet kennen we. Dus ja. Hé, maar wat betekent dat? Dat is het Nederlands verhaal, maar je gaat nu helemaal internationaal. Wat betekent dat? Moet je dan ook, gaan ook weer. De Engelsen zeggen, het geldt misschien wel hetzelfde voor. Die willen het misschien ook allemaal op hun eigen. Binnen hun eigen rechtsgebied, zeg maar, houden. Wat betekent dat voor jullie? Ja. Dat zijn typisch ook de gesprekken die we voeren met de grote werelddelen of landen. Met grote co-locators van, kan je daar snel onze architectuur neerzetten en remote beheren? Nou, dat kan. Ja. En dan snel is ook echt snel. Hè? Dus je moet zeggen in een week up and running. Ja. En stabiel genoeg om daaruit door te groeien.
Dus als je er simpel naar kijkt, zeg je dat is werk, dat moet je doen. Maar waar we meer naar kijken is de distributie. Hoe distribueer je product wereldwijd? En hoe ga je die sales doen? Want ga je nou iemand in het vliegtuig zetten en die komt erachter dat je bij die potentiële klant bent. Zegt, nou, voor $100 doen we zaken. Ja, dan hebben we een verliesgevend verhaal. Ja. Dus ergens moet je al weten van, dit is in ieder geval goed genoeg om in het vliegtuig te stappen. Of, wacht even, dit is zeker interessant, maar we kunnen daar niet voor vliegen. Dus we hebben daar lokale partners. Ja. En dan voel je hem al aankomen. Dus in Nederland, wat wij nu onderzoeken, is in Nederland is een welvarend ZZP-netwerk. Ik weet niet of ik het zo mag noemen, maar ik noem het maar even zo. Het zijn heel veel mensen met heel veel kennis. Dus kijk, heb je die in andere landen ook? En zouden we bijvoorbeeld een deel van onze omzetstroom gewoon rechtstreeks terug kunnen geven aan die hele groep? Zeggen van nou, als jullie voor ons verkopen, trainingen doen, adviezen geven, setups, you name it. Zouden jullie mee willen doen? Ja. Hey, we nemen ook de vraag van Twitter, zoals je gemerkt had. Er ook mensen die gewoon volstrekt uit persoonlijk eigen belang iets van je willen weten. Neem we gewoon mee, zoals Mark de Kok die net naar Zwitserland is verhuisd. Die wil graag van jou weten of jullie al plannen hebben in de DACH-landen, dat is Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Linguistisch een grote uitdaging, lijkt hem. Mark is deze week verhuisd, overigens. Ja, belangrijk. Vandaar dat hij het, ja, ik denk dat hij, ja, maar dat is, ja, mooi. Ik vind, ja, dat geeft er ook altijd ruimte, ja, voor. Ja. Ja, dat zit op zijn plek. We hebben die talen op zijn plek zitten. Dus, ja, dat werkt. En dat, Duits, Zwitsers, Oostenrijk werkt. Ja. We praten met hele grote klanten in, nee, prospects in Duitsland. Ze zijn nog geen klant. Maar in Zwitserland? Idem in Zwitserland, want dat zijn nou net bedrijven die ook opereren. Ik denk dan dat de FIFA het misschien ook wel interessant vindt om te weten wat er zoal... Ja. Of hebben jullie nog niet als klant? Dat mag je natuurlijk niet zeggen. Daar mag ik niks over zeggen. Nee. Vandaar dat het in het default natuurlijk op de... Ja, ja, ja. Nee, nee. En dan hebben we nog een vraag van Mario. Die hoorde deze week jullie radiocommercial op BNR. Dus jullie adverteren daar blijkbaar. Nou, die heb ik niet gehoord. Die vraagt, zijn zulke hoge media-uitgaven geoorloofd, / nodig in de levensfase waarin jullie zitten? Nou, dat is meteen een antwoord ook wel op ambitie waar je mee begon is. Of een vraag die je net stelde van, is niet de Nederlands van, doe maar normaal, dat doe je al gek genoeg en downsize. Om vanuit, alleen al voor onze multinationals in Nederland, vanuit dat Nederlandse karakter af te komen, hebben we besloten om dat gewoon, ja, misschien geen goede marketingstrategie, dat weet ik niet, maar gewoon in te rammen. Dus ja, blijf maar vertellen dat je die 150 talen in die 200 landen doet en dat dat echt goed op zijn plek zit. Wat wij nu zien is, het is maar 2 weken, dus ja, misschien dat volgende week helemaal flatlined, is dat dat slaat aan. Dus we praten met, we hebben allemaal gesprekken, ik denk dat we 10, 15 gesprekken in de week hebben met multinationals. Die zeggen van, wacht even, we kennen jullie wel, jullie deden het voor onze Nederlandse afdeling, maar we zitten nog in 21 landen. Moeten we daar niet eens naar gaan kijken? Ja, ook omdat voor de meeste bedrijven is, die hebben ook internationale afzetmarkten, die willen ook precies weten wat er over hun in het Spaans of in het, weet ik wat, gezegd wordt. Dus lijkt me logisch. Een andere vraag die ik nog had. Jullie data is natuurlijk voor de media ook heel interessant. Om te weten waarover gesproken wordt, wat in de belangstelling zit bij de mensen. Ik zat toevallig een blogpost te lezen die ik dan zelf interessant vind, omdat ik van voetbal hou. Dat het weekend dat PSV kampioen werd, heb je zelf geloof ik een artikeltje over geschreven. Met alle analyses van waar het meest over gepraat werd en op welk moment en welke spelers. Waarbij altijd opvalt dat er over Ajax veel meer op de social gebeurt dan over de PSV. Maar goed, dat geheel terzijde. Dat heeft niks te maken met zijn eigen voorliefde voor deze betreffende club. Wat ik eigenlijk wilde vragen is van, gebruiken, hebben jullie relaties met de media en hoe gebruiken die dan jullie data? Ja, eerst over die blog. Ja? Die heeft mijn collega Rens geschreven, ik niet. Ja. Dus credits, want... ja, ja, heel doorwrocht. Ja, nee, maar mooi verhaal. We zijn wel voetbalsupporters binnen ons bedrijf. Dus dat terug naar die media. Die gebruiken het om nieuws te spotten. Wat je heel veel hebt, zijn amateurfotografen en amateurjournalisten. Gewoon... Echt amateur. Die schrijven dat gewoon op hun
weet ik het, Piet van Merkel slash blogspot, supernieuw slash we gaan hard, weet ik. Ja. En die post daar wat op, maar die zit op zijn fiets, op zijn brommer of op zijn scooter, zit hij iedere keer bij dat lokale nieuws. Ja, dat is voor een hart van Nederland of weet ik het, lokaal nieuws is dat interessant, want die zijn vaak sneller. Die luisteren een scanner de politie af en gaan een foto stellen bij een foto zijn. Daar wordt het voor gebruikt. Maar hoe doen zij dat dan? Want hoe identificeer jij dit soort partijen, dit soort mensen zeg maar, als waardevolle bron? Je kan in Cousteau dus niet alleen op onderwerp zoeken, maar ook gewoon op doelgroepen. Dus als je wil, zou je daar een lijst, in 5 minuten maak je zo'n lijst met journalisten, amateurjournalisten, lokale journalisten. En die monitor je dan. En die ga je niet monitoren op een keyword. Je monitort gewoon op alles. Met andere woorden, als ik eenmaal die lijst heb van journalisten die ik wil volgen, die zet je bij elkaar, daar volg je op. En dan krijg je alle updates die uit die groep komt, krijg je geordend langs. Ja. Zo werkt het. Nou, dat doen ze bijvoorbeeld om nieuws te maken. En een ander fenomeen is, we hebben een nieuwe uitzending en we gaan dus meten wat er over wordt gezegd. En dan is het oude van wie, wat, waar, waarom, hoe en wanneer. En dan ondertussen bijsturen. Nou, dat gebeurt behoorlijk veel. En ja, als tweede scherm, en daar zijn we wel over in gesprek met verschillende partijen, van zou het niet interessant zijn dat een consument zelf met een appje eens kan kijken van wat gebeurt er nou over dat programma? Of ik zit daar en ik zie die meneer ken ik niet, maar die zegt iets en dat is spannend. Dus dat wil ik wil gewoon ergens op kunnen klikken, niet een of andere moeilijke zoekopdracht maken en dan tada, krijg ik resultaat en wordt het mij verteld. Nou, dat zijn allemaal manieren, toepassingen zoals nieuwsaggregators, journalisten ze gebruiken. Ja. Hey, Stekel, super interessant dit. En we kunnen hier nog best nog veel langer over hebben. Ja, maar gaan we niet doen. Doen we een andere keer weer graag. Marco Dex is een van jullie belangrijk. Ik weet niet, hij vindt zichzelf op zijn minst belangrijk als ik het net zo las. Als een van jullie, als onderdeel van jullie netwerk. Zit hij nog te kijken? Marco, bedankt. En hij zegt namelijk van, hebben we het nog niet eens gehad over het opsporen van illegaal vuurwerkverkoop, bijvoorbeeld. Dat is kennelijk een voorbeeld wat hij zelf heeft meegemaakt. Dat is wat je ziet, maar je hebt eigenlijk nog niet verteld. Van stel nu een dus open.cousteau.com, kan iedereen gewoon spelen. Maar wat kost het nu voor een bedrijf als ze meer willen? Het begint vanaf €250 per maand. Ja, ik zat net te kijken. Solid, dat is dat pakket wat aanbevolen wordt voor de communicatieafdelingen. Ja. En dat loopt dan door. De meest gekozen is een €450 per maand pakket. Ja, is het echt waar? Moeten wij dat nou geloven? Waarbij, dat het duurste de meest gekozen is? Waarbij met name de klantenservice zou dat moeten gebruiken in de online marketing. Ja. Nou, maar dat is echt waar. Maar het heeft ook te maken, wij wilden in de eerste 2 jaar van ons bestaan ook graag op MKB focussen. Maar dat is gewoon niet gelukt. Dus ons product sluit een soort organisch, dus het is niet echt een doelbewuste keuze geweest, veel beter aan bij grotere partijen. Ja. Maar die willen dan dus ook een goede support enzovoort, hè, en een garantie bewijzen. En dan is dit, dit is geen leugen, dat is, het is zelfs veel meer dan dat. Ja. Okay. Daar stuit gewoon het beste aan op de behoefte van de partij. Hey, super, even nog wat. Mark de Kok vanuit Zwitserland, hahaha, eigenbelang. Maar ook oprechte interesse, zegt hij. En als hij het goed hoort, is de techniek klaar, maar de klanten nog niet. Klanten wel, maar partners. Ja. Oké, nou goed. Mark, je hebt gehoord. Ze zoeken naar lokale partners in Zwitserland. Dus zet je netwerk op en maak Cousteau groot al daar. Johan Schaap zei net van gewoon open source. Hebben we nog meer punten? Marco gebruikt namelijk heel vaak om ook analyses te laten zien. Dus ik denk dat hij vrij vroeg bij jullie betrokken is geweest. Om ik zal eens even kijken hoe het sentiment over jou is. En dan voor mij? Sluiten we over Erwin Blom. Oh. 11% is positief. Nou, dat is 0% negatief. Maar is dat 90% negatief of niet? Ja, die 89% dat weten we niet. Nee. Dan doet. Hey, super interessant. Ja. We doen altijd allerlei reclames aan het eind. Maar ik wil me vandaag tot 1 à 2 beperken. 1 is, we zijn heel blij dat jullie hier elke week naar kijken. Dat je online
ons volgt. Maar kijk ook eens naar TIS.tv. Die Innovation Station hebben we vandaag gelanceerd. En dit is eentje waar ik heel trots op ben zelf. We hebben hier Peter Olsthoorn aan tafel gehad. Peter, ja, die zat hier een paar maanden geleden. Zat hier, om hierover, een andere versie van hierover te vertellen. Die heeft meer dan 50 mensen die de afgelopen 25 jaar een belangrijke rol hebben gespeeld in internet in Nederland, geïnterviewd, uitgewerkt, et cetera. Sinds deze week is een aangepaste versie en echt nu nog veel beter dan toen. Ja, is wat puntiger geworden. Ja, is puntiger geworden. Is nu beschikbaar als boek. Ga naar fastmovingtargets.nl en je vindt daar of in de shop of op de voorpagina de link. Iedereen die iets met internet heeft en gehad heeft. Wel een, van je probleem? Ja, nou ja. Kan het nog beter? Ja, waarom staat hij er niet in? Oh, nee. Ja, maar ja, dat is eens. Maar waarom sta jij er niet in? Dat is ook zoiets. Ja, maar weet je, daarom zeg ik. Wij zaten in de kelder, hè, toen. Ja, dat is. Maar dat zijn nog andere. Dat kunnen we nog allerlei bijlagen weer gaan maken. Maar weet je, het is een mooi begin. En ik ben eigenlijk best wel trots op dat we dit nu in papier hebben. Want wat ik hier heel vaak vertel is. Als je digitale dingen zijn mooi. Het was al gratis beschikbaar als PDF. Maar wat ik, jij en misschien voor jou ook geldt het ook wel voor een gedeelte. Alle dingen die we gedaan, heel veel dingen die we gedaan hebben, zijn niet meer beschikbaar, zijn niet meer op te vragen. Die van jou wel. Bij jou thuis dan misschien nog in een computer of iets dergelijks. Ik zeg zelf, de kans dat het bewaard blijft op papier, acht ik voorlopig nog groter dan als digitaal medium. Dus ik ben dol op digitaal, maar nou ja, denk er eens over na. Ik vind het een mooi boek. 25 jaar internet in Nederland, fastmovingtargets.nl. We danken dan tot slot nog Streamzilla uit Groningen, die ervoor zorgen dat je live kon meekijken. En we zijn nog een paar weken. Binnenkort ga je er meer over horen. 23 juni sluiten we dit seizoen af. We doen dat weer met publiek. En dan kun je aanmelden. En we hopen jullie dan hier te zien in De Waag. Dankjewel. Dag. Tot ziens.